Peter Snekens van Mirabeau. Ja. Een van de teams die hier hebben ontwikkeld. Ja. Wat hebben jullie gemaakt, bedacht? Oh jongens, we hebben een applicatie gemaakt om buren een beetje met elkaar in contact te brengen. En in plaats van zeg maar echt een sociaal netwerk te maken, dachten we van, weet je wat, we laten buren klusjes voor elkaar doen. En in ons geval is het een klusje, bijvoorbeeld het ophalen van pindakaas. Stel, de buurvrouw is vergeten de pindakaas te halen, heeft geen tijd om naar de winkel te gaan. De buurman die is onderweg naar huis en die kan het oppikken via een kleine detour via de Albert Heijn of iets dergelijks. En het doel van deze hackathon is, althans, je krijgt extra punten als je meerdere API's aan elkaar knoopt. Ja. Dus meerdere datasets of meerdere mogelijkheden van bedrijven. Ja. Wat hebben jullie aan elkaar? We zijn echt helemaal losgegaan. Dus we hebben de Albert Heijn API hebben gebruikt. We hebben de MyOrder API gebruikt voor zeg maar, het betalingsverkeer, et cetera. Dan hebben we de TomTom API hebben een beetje zeg maar, bijgebogen. Maar dat is eigenlijk alleen voor de zakelijke wereld. En proberen we nu toe te passen op de particulieren. Wereld, zeg maar. En even kijken, we hebben er nog eentje. Die ontgaat me eventjes. Nou ja, die komt misschien straks nog. Nou, deze heb je hier niet iets mee gedaan? Oh ja, we hebben ook iets gedaan met de Hue. Want we wilden heel graag... je hebt nu allemaal dat je telefoon afgaat als er een alert is of iets dergelijks. Maar het kan natuurlijk ook wat subtieler. Dus stel dat de buurvrouw op de hoogte wil gehouden worden van hoe het staat met haar opdrachtje. Dan zou de licht bijvoorbeeld van kleur kunnen veranderen. Of een signaal, zo van, hé, nu moeten we echt thuis blijven, want de buurman komt straks met de pindakaas. Ja, hey, en eventjes, maak het eventjes visueel voor me. Ik heb een app en daar zie ik op staan openstaande vragen, openstaande klussen. Ja, het is eigenlijk dat er een soort van match gemaakt wordt met een opdracht die de buurvrouw geeft. Hey, en het is ook echt jouw buurvrouw, dus we weten dat jullie bij elkaar wonen. Dus de buurvrouw heeft een opdracht uitgegeven en de buurman, omdat er een match is met de route naar... het huis van de buurvrouw, wordt er een match gemaakt. En het kan natuurlijk ook zijn dat het, nu doen we het via TomTom, dat hij onderweg is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij door de winkelstraat loopt en via een iBeacon bijvoorbeeld in contact raakt met de winkel. En zegt van, oh hé, als je nu even naar binnen duikt, dan kan je iets ophalen. Wat vond de jury ervan? Wat is je indruk? Nou, ze zeggen natuurlijk niet echt ze hadden niet zo heel veel vragen. Dus ik hoop dat ik alle vragen heb beantwoord. Maar ik denk dat het echt heel erg gaat leven als je het laat zien. Dus we nodigen ook iedereen uit om eventjes een kijkje te nemen. Want spelen met de app, dat is toch het fijnst. En kunnen wij die mensen ook uitnodigen? Is het nu ergens te zien, te voelen? Ja, absoluut. Ja, we eten nu nog even een hapje. Maar ik denk dat we straks naar de derde of tweede gaan om het even aan te zetten. En dat mensen kunnen spelen. Ja. Hey, Mirabeau is een bedrijf wat normaal gesproken interhuur is door bedrijven voor digitale klussen, zeg maar. Ja, ja. Waarom doen jullie mee aan dit soort evenementen? Nou, het grappige was, ik en mijn collega's hadden onszelf individueel al ingeschreven. Want we vinden het gewoon hartstikke leuk. En toen dachten we van, ja, weet je wel, dan kunnen we net zo goed een team vormen, want we kennen elkaar een beetje. Blijkt dus uiteindelijk dat we elkaar nog niet kennen, want we hebben zoveel locaties. We waren allemaal nieuw voor elkaar, okay. Dus het was wel grappig. Maar inderdaad, de meeste bedrijven die kennen we, maar de meeste API's die hier zijn blootgegeven, die hebben wij niet, daar hebben we nog niet mee gespeeld. Dus het helpt ook. Het was leuk en verrassend. Ja. En doe je het vaker? Doe je vaker een hackathons mee? Ik heb een tijdje meegelopen met het hackte overheid wereldje. Zelf niet gehackt helaas. Maar het is wel heel erg interessant om echt open data te geven aan mensen eigenlijk. Hè? Want de apps zijn slechts een geleide daarvoor. Maar echt om die data te gebruiken, dat vind ik echt heel erg fijn. Ja. Hey, en als jij nu maandag terug weer op je werk komt, wat zeg jij dan tegen je collega's? Waarom is dit waardevol? Ja, het is natuurlijk deels waardevol. Nou, we zijn hier, dus we kunnen vooral praten met onze klanten. Hè? En misschien ook nieuwe contacten leggen. Maar ik denk dat het vooral de mentaliteit van eventjes in 2 dagen iets uitproberen. En dat maakt niet zo heel erg veel uit hoe slordig of netjes het is. Maar het gaat meer over van, werkt dit idee? En dat je echt kan testen dat een idee werkt. En dat zou ik ook heel graag met klanten willen doen. Want dat is, je merkt dat er echt enthousiasme ontstaat die je normaal niet hebt. Nee, dus je zou ook meer met klanten eigenlijk
willen ontwikkelen, meer actief met ze aan de slag. Ja, absoluut. Zeker weten. We doen het wel met een paar klanten via UX-tests, et cetera. Maar bijvoorbeeld real-time prototyping, dus dat je echt met elkaar aan de tafel gaat zitten en zegt van, nou, laten we dit idee eens uitproberen. Ja, dat is toch, dat is het beste eigenlijk. Ja. Hey, wat denk je? Kom je bij de laatste 10? Ja, we kruisen onze vingers. We hebben echt hele gave ideeën gezien van onze conculega's. En nog een hele groep hebben we niet gezien. Dus we hopen natuurlijk wel, maar ja, wie weet. Geef eens een voorbeeld van wat je mooi vond dat anderen gemaakt hebben of bedacht hadden. Wat ik een heel leuk voorbeeld vond, waren mensen die, ze hadden een app gemaakt waarin je zeg maar je eigen thuiskompakket kon samenstellen. En dat die, terwijl je dus op Schiphol staat, dat er naast je eigen koffers ook een welkomstpakketje op de rollenbank lag. En die je dan mee kan nemen. Hè? Zo'n start-up pakket zoals verse sapjes of weet ik veel wat je allemaal nodig hebt als je net thuis komt. Ja. Oké, vond ik heel leuk. Goed, we gaan het ook in de gaten houden. Hey, dankjewel en succes. Oké, graag gedaan. Dag.